In de Bonte Wever in Assen is vandaag het Dutch Open Darts begonnen. Met ruim 4600 spelers is het het grootste darttoernooi ter wereld. Maar is darten nou echt een mannensport? Nee hoor, steeds meer vrouwen wagen zich eraan. Maar toch blijkt dat mannen wel een stukje beter zijn. Klein stukje maar hoor. We gingen in de Bonte Wever op onderzoek uit. Waarom kunnen mannen nou beter darten dan vrouwen? Mannen die drinken veel bier en vaak als je meer bier drinkt, dan ga je ook wel beter gooien, volgens mij. Beer is first, darts is second. Omdat mannen een betere hand-oogcoördinatie hebben en mannen veel minder bezig zijn met wat er om hun heen gebeurt. En wij vrouwen willen toch alles zien, in de gaten houden, even kijken hoe of wat. Wij zijn misschien wel bezig met ik vind haar niet aardig, ik vind haar wel aardig. En dat hebben mannen niet. Mannen denken erover van nou ja, gauw gooien, want dan kijk ik terug naar mijn biertje. Dat is voor ons alleen maar bier drinken en gezelligheid. Waarom de Martini Girl? Ik lust heel graag Martini. Witte Martini met ijs. Geen bier? Nee, helemaal niet. Hetzelfde als waarom kunnen mannen beter voetballen dan vrouwen? Vertel. Dat vrouwen het zwakkere geslacht zijn. Waarom kunnen mannen beter darten dan vrouwen? Laat die niet nadenken. Ja, la 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 la. Oh, it was a pop thing. It's only men used to play. Women never used to play, but now women play. So men go to pubs more often. Yeah, I think so. Yeah. It's easier for them to put everything away. Wij moeten het ook gewoon kunnen. Waarom kunnen mannen beter darten dan vrouwen? Misschien kunnen ze beter tegen bier. Dacht u wel? Ja, ik denk het niet. Wat een lichaam, die dat niet. Mooie lichaam, maar dat die niet. Heel simpel. Nou ja. In de Bonte Wever in Assen staat collega Karin Mulder. Karin, is het een beetje druk daar? Nou ja, je kunt het zien. Hè? Je kunt even meekijken. Het is hier een soort van legbatterij waarin gedart wordt. Ze staan allemaal keurig op een rij. En vandaag hebben 1460 koppels meegedaan met de koppelwedstrijd dus. Het wordt wel steeds rustiger, want om 11:30 vanmorgen zijn ze begonnen. Het is een knock-out systeem. En iedereen die uitgevallen is in het toernooi, die verplaatst zich naar de feesttent iets verderop waar het heel gezellig is inmiddels. Ja, steeds drukker wordt. Hey, er doen 4600 mensen mee. Uit hoeveel nationaliteiten? Ja, dat zijn mensen uit 20 verschillende landen. Ik heb al de Schotse rokjes gezien. Ja, ook mannen in rok. Ik heb Zweden gezien, Noren gezien. Heel veel Engelsen natuurlijk, want daar komt die dartsport vandaan. En wat ook wel opmerkelijk is, dan heb ik het even binnen Nederland. Er zijn vooral veel Brabanders dit jaar richting het noorden gekomen. Dit toernooi was in het verleden altijd in Veldhoven. De laatste 3 jaar in Assen. Die Brabanders hebben een tijdje de kat uit de boom gekeken. Maar die zijn nu om. Die zijn toch bang dat ze het feestje van het noorden missen. Dus ook heel veel Brabanders hier. Ja, en wat kunnen we de komende dagen verwachten? Nou, vandaag wordt hier het koppeltoernooi afgewerkt. Morgen beginnen ze aan de singlewedstrijden voor zowel de mannen als de vrouwen. De vrouwen die werken helemaal door tot aan de finale. Die bewaren ze dan voor zondag. Bij de mannen gaan de 64 beste mannen door nog na zondag. Die moeten dan nog uit gaan maken wie de finales gaan halen. En zondag is er ook nog een jeugdtoernooi. En wie gaan er winnen zondag? Ja, als ik dat nou eens zou weten, dan zouden wij het niet hoeven uitzenden. Gelukkig gaan wij het ook uitzenden vanaf 12:15. Dus u kunt het thuis allemaal meebeleven wie er gaat winnen. Ik heb net wel Aileen de Graaf gesproken. Winnares van vorig jaar en het jaar daarvoor. Zij komt uit Spakenburg. En het geheim van de afgelopen 2 jaar bij haar was eigenlijk dat ze zwanger was. Dus ze kon met z'n tweeën tegen 1 tegenstander spelen. Dat is dit jaar niet zo. Ze heeft met de hand op de hart aan mij belooft dat ze niet zwanger is. Ze moet het nu echt alleen doen. Maar ja, zij is wel een grote kans hebben. En het is natuurlijk ook leuk om een Nederlander te laten winnen. Bij de mannen is Martin Adams degene die het laatst heeft gewonnen. Natuurlijk een hele grote bekende naam uit Engeland, Wolfie. En als hij opnieuw zou winnen, zou hij voor de 4e keer de Dutch Open Darts winnen. En daarmee zou hij uniek zijn. Dus nou ja, als er een herhaling wordt van vorig jaar, hebben we 2 unieke winnaars. Aileen de Graaf doe ik dan en Martin Adams. Maar zondag kunt u het allemaal live meebeleven vanaf 12:15 bij TV Drenthe. Dankjewel, Karin.